struikgras wegnummer rond deze Helena Christina weg ze Sriman zoon haar charan. Zoog gezaad je zoetje na dit hee. Zoek mij gezaad daar ik zei dies. 37 zal gehoemer mee. Sriman zoon haar charan. Srimati Rosa haar charan die halke beti. Sonita Amresh Omunike behen. Saira ke nanat. Amresh Bhaggu ke jeevan saathi, Shiva, Vinesh o Shamaira ke ma. Bergens op weg nummer 34 kerhne wali, Srimati Reshma Harcharan ki mrityu hui hai. Arthi kal mangar mei ke 11 tarik subha 10 baje ghar par rakha jayega. 12 baje bergens op weg nummer 34 se arthi uthai jayegi. 2 baje weg naar zee per dag kriya ke jayegi. Arthi kal subha 10 baje ghar par rakha jayega. Blakka Kin straat nummer 35 ringweg zuid se Srimati Hena Avatraghu. Soch ke saath ye soochana deti hai. Mangar mei ke 4 tarik 46, 46 saal ke umar mein. Srimati Hena Avatraghu ke pati. Blakka Kin straat nummer 35 ringweg zuid ke rehne wale Sriman Suraj Kumar Avat ki mrityu hui hai. Inhe log zyada boyka aur biga ke naam se jante the. Apne zindagi mein operator tha. Arthi aane wale somvar mai ke 17 tarik subah 10 baje ghar par rakha jayega. 12 baje Blakka Kin straat 35 ringweg zuid se arthi uthai jayegi. 2 baje vehna ji par dah kriya ki jayegi. Tamam parivar har ek ko ye khabar di jati hai. श्री रामखिलावन संपत सुख के साथ सूचना देते हुए एतवार मई के 9 तारीख को 65 साल की उम्र में श्रीमती नगेश्री रामखिलावन संपत का पति नवीन जयंत और अमरेश का पिता रोशनी और रंजना का ससुर नील मार्ली शकील और माया का आजा प्रिंसेस स्ट्राग नंबर 281 के रहने वाले श्रीमान राम भगत राम खिलावन की मृत्यु हुई है। इन्हें लोग राम और सुरेश के नाम से ज्यादा जानते थे। अर्थी बुध मई के 12 तारीख सुबह 10 बजे निवास स्थान पर रखा जाएगा। दिन में 12 बजे निवास स्थान प्रिंसेस स्ट्रात 281 से उठाई जाएगी। 2 बजे वेखनार से पर दाह क्रिया की जाएगी। तमाम परिवार जान पहचान वालों हर एक को खबर दी जाती है। सांतो पौधर वेख याम्स वेख 12 से श्रीमान देन नन्हू सुख के साथ सूचना देते हैं कि 63 साल की उम्र में श्रीमान देन नन्हू का भाई गिलियो और अशिता का दादा नेदलंत देनहाख के रहने वाले श्रीमान क्रिस भगेलू के मृत्यु हुई है। सुरीनामो में सांतो पौधर वह सेरी 2 के रहने वाले थे। ऑपरेटर जो था शिव पार्वती मंदिर का सांतो पौधर वह में अर्थी कब और कहाँ अंत्येष्टि क्रिया या दाह क्रिया की जाएगी RBN के आइंदा प्रोग्राम में खबर दी जाएगी। तमाम परिवार हित प्रेमियों को खबर दी जाती है। Vandaag praten wij wederom met de heer Fabian van Pro Marman. Maar ik wil het zelf introduceren, Samora. Samora van het welbekend nummer Bruises. Zij is uit met een nieuwe single. Welkom. Dank je wel. Ik ben zo weg van die clip, dus ja. Van Bruises? Van Bruises sowieso en die van die nieuwe. Oké. De eerste, Siska, ben ik blij om hier te zijn in Multicultuur. Net wat je zegt, Samora werkt hard. Echt? En we hebben in februari hebben we Bruises mogen introduceren. Ja. En dat betekent dat Bruises heel goed gegaan is. Ook de ontvangst naar de Surinaamse samenleving. Samora is tevreden met wat ze bereikt heeft met Bruises. En daarom fietst ze meteen verder.
We zijn hier om de gloednieuwe videoclip aan de mensen te laten zien van Multicultuur. Dus we zijn blij om hier te zijn. Zo, en ik heb het even mogen piepen en ik was van wauw, dit is toch leuk. Okay. En gedurfd. Ja, zeker weten. When I Say So, zo heet de gloednieuwe. Yes, yes. En je zou je dus afvragen waarover gaat het. Ja. Sinds je weet, relatie, Tori, heb je vaak genoeg, heb je break-ups. En wat heeft Samora gedaan? Samora heeft die situatie bekeken, weet je, omdat dichtbij van der heeft ze dit soort dingen meegemaakt. En dat betekent als dat gebeurt, dan heb je dus mensen komen in discussie met elkaar, woordenwisselingen met elkaar, zeggen dus lelijke dingen tegen elkaar, wat eigenlijk niet hoeft, weet je. En toen heeft Samora de pen gepakt en ze is begonnen om aan het nummer te werken, When I Say So. En we zijn nu bezig met de promotie in Sweetie Saranankondre. Dat iedereen zo een beetje weet dat Samora uit is met de gloednieuwe. Ja, maar als ik dan terugval op haar clip, is het niet in Suriname gedaan? Nee, zeker niet. Samora is in Suriname geboren, want dat moet wel heel belangrijk zijn. Ja. Samora is in Suriname geboren, is naar Europa gegaan. Van daaruit heeft ze haar carrière naar hogere hoogtes gebracht. De videoclip van When I Say So is opgenomen in Zwitserland, want daar zit ze op dit moment. Ze is bezig te werken aan audioproducties, natuurlijk videoproducties en natuurlijk shows die moeten komen de komende tijd. Dus daarmee is Samora bezig in Zwitserland. Weet je, Samora laat me een beetje denken aan onze Surinaamse Beyoncé. Dankjewel. Ik denk, een compliment als dit, weet je, kan ze lekker in de broekzak stoppen. Dus nee, Samora heeft me ook gezegd van, Fabian, tegen je de Surinamang van mij, dat ik me bezig in Marokko. Ja. En als ik het kan, weet je, kan de rest het ook natuurlijk. Klopt. Maar wat belangrijk is, is die discipline die je moet opbrengen. Want het betekent dat je hard moet werken, want makkelijk gaat het niet. Vooral in deze tijd. Samora doet het ook in het Engels. En je zou je afvragen waarom Engelstalig? Omdat Samora ook internationaal wil doorbreken. Ja. Dus dat is de reden waarom ze het ook in het Engels doet. Ja. Maar ze zingt ook zoveel genres, hè? Welke genre is dat? Samora, je kan er niet in een hoekje drukken. Nee. Als het nou hip-hop is, of het nou R&B is, of het nou pop is, of het nou afro is. Samora is een artiest die veelzijdig is. En dat laat ze keer op keer weer zien. Klopt. In haar werk. Ook qua de videoproducties. Ik moet zeggen, wij als team, weet je, als promanman.com, maar ook ik als de promotor die de werkzaamheden van Samora doet hier in Suriname, we zijn trots op haar. En de reden waarom we trots zijn, kijk, als promotor heb je de voorkeur om in de vijver te mogen kijken van wat er allemaal gebeurt. En ik kan je zeggen, ik heb producties gehoord, Siske, is om u tegen te zeggen. Ja. Maar je weet wat we altijd zeggen, one step at a time. Klopt. We hebben bruises gedropt, nu zijn we bezig met When I Say So. En natuurlijk, Samora blijft werken, want ze heeft me gezegd, Febo, ik kan tegen de Surinamang Meetup 2021 gaan we gewoon goede muziek droppen. Ja, ja, helemaal. Dus binnenkort mogen we wel weer iets van haar verwachten. Oh, zeker weten. En het wordt het gaat steeds naar hoger ook. Dus daarom zijn we blij dat we ook hier in Multicultuur de aandacht brengen, weet je, de aandacht geven aan Samora. En voor de rest, de mensen die op dit moment kijken, die zeggen van, maar we kenden het niet, dat kan allemaal. Check Samora Music on Facebook, YouTube, Instagram. Ga er volgen, zeg er wat je vindt van de muziek. Want geloof mij, als ze die power vanuit Saranankondre ook krijgt, van PN Kumba Teberi, dan gaan ze nog harder werken en dat doet ze het ook met plezier voor ons. Heel veel succes. Dankjewel. Ook aan Samora. Kunt u dat doorgeven? We gaan het doorgeven en natuurlijk gaat ze het interview ook zien. Ja. En ze is er allemaal blij mee van wat ze ziet qua de ontwikkelingen in Sweetie Saranankondre. Nou, jullie mogen dus dan genieten van de videoclip. Cultuur- en media-icoon Shabir Isaak is op vrijdag 7 mei aan de Schoot der Aarde toevertrouwd als eerste op het crematieoord te uitkijk. Namens de Nationale Stichting Uitvaartsoorden Suriname en de Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie werd bekendgemaakt dat het centrum voortaan het Nationale Uitvaartcentrum Shabir Isaak zal heten.
Minister van Defensie Krishna Mathura sprak namens president Chandrika Prasad Santokhi een boodschap uit. We voeren u terug naar het moment. Assalamu alaikum, rahmatullah wa barakatuh. Namaskar, goedemiddag. Mevrouw Isaac, Jan Mohammed, kinderen, kleinkind, notabelen, familie, collega's, vrienden, geachte aanwezigen. Vandaag zijn we bij elkaar om de laatste eer te bewijzen aan een echtgenoot, vader, een grootvader, man, een collega, een vriend, een broer, een icoon, maar bovenal een Surinamer die vele harten heeft geraakt. Niet alleen met zijn stem, maar meer nog met zijn daden. Een man die Surinamer in hart en nieren was, maar tegelijkertijd een echte Hindoestaan, die zijn cultuur niet verloochende, maar die het uitdroeg op een respectabele manier. De president van de Republiek Suriname, zijn excellentie, Santokhi Chandrika Prasad, kan helaas niet persoonlijk aanwezig zijn om deze markante en bijzondere Surinamer de laatste eer te bewijzen en heeft mij als minister van Defensie gevraagd om het namens hem te doen. Het is dan ook dat ik met diep respect deze eer bewijs. Ik breng hulde aan een Surinamer, Shabir Ahmed Isaac, die zometeen toevertrouwd zal worden aan de aarde, maar die door zijn uitzonderlijke bijdrage aan de Surinaamse samenleving, bij de overheid, in de media, op het gebied van cultuur, religie, sport, historie, politiek en muziek immer zal blijven voortleven. Een Surinamer die geboren was in Nikeri, maar zijn stempel heeft gedrukt en tastbare en zichtbare resultaten heeft helpen neerzetten in Saramaka, Wanica, Paramaribo en Komowijnen. Waar we nu staan is een van zijn verdiensten, eerder al een aantal keren gememoreerd. Een Surinamer die op 11-jarige leeftijd met zijn daden in de stad kwam, opgevangen werd door familie en moest studeren. Hij gaf niet op. Hij wist dat doorzetten en inzetten zijn situatie kon veranderen. Bhai Shabir begon zijn carrière bij de deurwaarderij, bij de rechtsbijstand en uiteindelijk bij de griffie van het Hof van Justitie, eindigend bij het ministerie van Sociale Zaken en de hoogste ambtelijke functie als directeur. Een Surinamer die grenzen verlegde en begon als conferencier, omroeper bij diverse muziekformaties in Suriname, maar uiteindelijk onmiskenbaar als omroeper bij de radio zijn stempel heeft gedrukt. 53 jaar heeft het volk genoten van zijn aangename en warme stem. Met programma's als de West-Indische programma, daarmee ben ik opgevoed, mijn ouders, Home Tomorrow en vele andere programma's, heeft hij niet alleen duizenden Surinamers, maar ook mensen in Guyana en Trinidad gekluisterd gehouden aan de radio. Hij heeft harten veroverd, mensen aan het lachen gebracht met zijn eigen creatieve stijl. Het is al gezegd, ja, ook ik kon mijn lachen niet bedwingen als ik hem hoorde. Remosie, Soentotani, Tamasa. Zijn eigen stijl. Ouderen, jongeren, iedereen genoot ervan. Ook ik kon vaak in lachen uitbarsten van deze lyrische presentatie. Zijn passie voor de omroep blijkt uit zijn woorden. Omroepen is niet alleen liedjes afdraaien. De maatschappelijke en actuele issues kan je positief beïnvloeden met je boodschap, omdat je als omroeper een unieke toegang hebt tot duizenden mensen. Hij begreep het belang van massacommunicatie en de impact daarvan op de samenleving. Hij heeft awareness in die samenleving weten te vergroten op belangrijke thema's als huiselijk geweld, seksueel misbruik, criminaliteit,
verkeerscriminaliteit en nog heel veel thema's. Nu met social media kunnen we ook echt leren van hem. Niet alleen verrichtte hij zijn werk met passie, maar hij was, is en zal een inspiratie blijven voor velen. Met een leeftijd van 75, waar zijn gezondheid niet optimaal was, bleef hij gemotiveerd zijn bijdrage leveren aan de samenleving. Een karakter van niet opgeven, doorzetten en blijven bijdragen aan de natie in eenvoud en makkelijk toegankelijk. Altijd open voor een grap en een glimlach. Strijden tegen onrecht en opkomen voor anderen. Het onrecht dat aangedaan was aan onze voorouders in Mariënburg moest onderzocht worden. Hij heeft niet gestreden voor zijn eigen respect, maar het respect voor mensen die het verdienden, maar er niet zijn. Dit markeert zijn gevoel voor medemensen, zijn oprechte verbondenheid en anderen gunnen wat hun toekomt. Een schaars goed tegenwoordig. Dames en heren, maar in het bijzonder mevrouw Isaak en kinderen. Het is niet mogelijk om in enkele minuten de vele verdiensten van Bhai Shabir Ahmad Isaak op politiek, sociaal, maatschappelijk en religieus gebied te belichten. Maar put in deze dragen kracht uit het gegeven dat uw dierbare man en vader een zeer waardevolle en buitengewone bijdrage heeft geleverd aan land en volk. Het is niet aan ieder gegeven om in het symbool van de natie naar je laatste rustplaats te worden gedragen, onze vlag. U heeft hem in deze bijdrage ondersteund. In zijn successen, maar ook in zijn tegenslagen en in zijn volharding. Wij zijn als regering hem zeer erkentelijk ervoor. Wij bedanken hem ervoor. Wij bedanken u ook dat u hem hebt willen delen met ons. En dat u hem hebt ondersteund. Het weinige wat we konden doen is hem eren op deze dag met een begrafenis met staatseer. Wij hopen dat de kracht put uit de herinneringen en dat Allah de Barak Betala u sabr en kracht zal schenken in deze droevige maar zegenrijke dagen van Maahe Ramzan. Ook bidden wij dat zijn ziel vredig is en dat Allah de ware kwartaal zijn goede daden mag accepteren, zijn mogelijke fouten mag vergeven en dat hem een plek in de jannah wordt gegund. Voor ons is en blijft zijn leven een inspiratie om onze rol en verantwoordelijkheid op te pakken en zijn idealen te borgen in een Suriname die hem en ons dierbaar is. Ten slotte wil ik u, mevrouw Isa, kinderen, kleinkinderen, RBN en Dagblad, de hele familie Pirka, Suriname, alle overige familieleden, alle aanwezigen, alle verenigingen waar hij deel van uitmaakte, maar ook de Surinaamse gemeenschap van harte te condoleren. Namens de president, maar ook mede namens mijn kinderen en mijn familie. Mogen Allah u en ons allen heel veel kracht en geduld schenken. Dank u wel. Namens de Nationale Stichting Uitvaartsorden Suriname en de Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie, waarvan Wijlen Isaak voorzitter was, sprak onder andere Ramon Jawala Persat. Diep bedroefde familie, vrienden, kennissen, bestuursleden van de Stichting Hindoestaanse Immigratie en de Nationale Stichting Uitvaartsorden Suriname. Het is vandaag een dag van diepe rouw.
omdat onze dierbare, gewaardeerde voorzitter, de heer Shabir Ahmed Isaak, ons is voorgegaan. Voor ons als bestuursleden is het een eer geweest met deze bijzondere journaal te hebben gewerkt. Hij was voor ons niet alleen de voorzitter van onze stichtingen, maar meer nog een goede vriend, adviseur, steunpilaar, broer, oom, vaderfiguur en onze guru. Alhoewel hij de laatste tijd wat sukkelde met zijn gezondheid, liet hij dat nooit merken en zat altijd met borden voor plannen. Dat deze dag zo snel zou komen, hadden we ons geen zicht kunnen indenken. Een mens waarvoor woorden ons tekort schieten om hem te omschrijven. Maar dat is ook echt niet nodig, want hij was een instituut op zich. Hij was enig in zijn soort. Hij heeft zijn mooiste levensjaar besteed, zoals iedereen dat heeft gezegd, aan Samaat Sewa. Zijn verdiensten op sociaal, maatschappelijk en cultureel vlak zijn te veel om op te noemen. Wij van de stichting mogen ons gelukkig prijzen dat wij hierbij een handje mochten meehelpen en dat we een heleboel van hem mochten leren. Deze bijzondere Surinamer heeft voor ons een schale aan rijkdom achtergelaten. Dan noem ik zijn daden, verworvenheden, karakter, doorzettingsvermogen. Voor ons was hij een echte voorbeeldfiguur. De monumenten van Baba en Mai in Paramaribo, Komwene, Nikeri en India. Het monument van de gevallen helden van Marienburg. De onbeschrijfelijke tocht op zoek naar massagraf de plantage Marienburg. Het landbouwersmonument Jai Kisan bij de Kwatamart. Het padvindersmonument aan de Indira Gandhiweg zijn slechts enkele van de werken waar hij heeft meegewerkt aan totstandkoming. Er is nog zoveel om op te noemen, maar wat we zeker niet moeten vergeten is de plek waar we nu staan. U hebt het allen al gezegd. Er zijn natuurlijk, straks gaat u ook van mijn ondervoorzitter, dat er wat andere plannen zijn, zoals begraafplaatsen. Drijvende lijken na de overstroming de weg naar zee ligt nog vers in onze geheugen. Ja, dat heeft hij meegemaakt en daarvoor heeft, ja, in elk geval heeft hij voor ons gehuild dat wat hij daar heeft meegemaakt, dat leek op al brandstapels waren, maar ze moesten drijven omdat er de omgeving was overstroomd, ja. En vanaf dat moment heeft onze voorzitter vastbesloten om een crematieproject op te pakken en wel hier. Een droom van de bewoners van Saramaka en Wanika is dankzij de grondlegger Shabir met zijn bestuursleden en niet te vergeten de sponsoren binnen en buiten Suriname gerealiseerd. Een bijzonderheid in deze is dat een moslim, de trendsetter, dan de grondlegger en initiatiefnemer is geweest van deze crematieoord. Voorts had hij nog grootse plannen, wat Sadna net zei. Onthullen van de monumenten van onze vrijheidsstrijders, monumenten van Rajguru Madhura Ramjani bij Baba Mai Plein. Ja, maar hieraan wordt de laatste hand gelegd en het project gaan we realiseren. Ja, we hebben kort tijd, maar we gaan het doen. We hebben de Ashirbaad, de zegen van hem. Wij van SAI en NUS zullen erop toezien en beloven dat wij alles aan zullen doen om de plannen, wensen en dromen van onze bhaiya ten uitvoer te brengen. Daarvoor zijn we ook verplicht. We hebben geen andere keus.
dan dat te realiseren. Voorzitter, dank u wel. Dhanyawad. Een veilige reis. Een niet onaanzienlijk deel van de huidige najaaroost van Paddy lijkt definitief verloren te gaan vanwege wateroverlast. Dagblad Suriname heeft vorige week al bericht dat paddy-arealen met daarop oostrijpe paddy onder water staan en daardoor moeilijk bereikbaar voor de combine zijn. Boeren hadden gehoopt dat het weer enigszins zou meewerken, echter is in de afgelopen dagen sprake geweest van nog meer regen. Op vele plekken, zoals de Wageningen, is het water zelfs de dampwegen overgelopen. Nog deze week, uiterlijk volgende week, zou er nog geoost kunnen worden. Daarna is de paddy overrijp en zal oosten zinloos zijn. Vele paddyboeren die met deze situatie te kampen hebben, zitten letterlijk met handen in het haar. Het aantal COVID-19 positief geteste personen bedraagt zondag 92. Er zijn zondag 289 tests uitgevoerd. Er is zondag 1 patiënt aan het virus overleden, waardoor het totaal aantal doden nu 215 bedraagt. 50 patiënten zijn zondag genezen verklaard. In intensive care units liggen 29 patiënten en 139 personen worden buiten ICU's verpleegd in de ziekenhuizen. 402 positief geteste personen bevinden zich nu in isolatie. Het aantal positieve besmettingen sinds de aanvang van de COVID-pandemie bedraagt 11.123. Het herstelplan van de regering is vrijdag naar aanpassingen weer goedgekeurd door de regeringsraad. De eerste versie dateerde van 8 maart. Het Internationaal Monetair Fonds wilde het plan nog, voordat het werd aangeboden aan de Nationale Assemblée, verder bestuderen. Naast het IMF wilden ook het Internationaal Financieel Advies en Vermogensbeheerbedrijf Lazard en de bondholders dit document inzien. Het herstelplan wordt dinsdag 11 mei overhandigd aan het parlement. Verhalen die de ronde doen dat het IMF zich niet kan scharen achter het plan, kunnen naar het Rijk der Fabelen verwezen worden, aldus professor Martin Schalkwijk. Schalkwijk is coördinator van het herstelplan. In gesprek met Dagblad Suriname zegt de voorzitter van de Surinaamse Muslim Associatie, Michel Souban, dat naar aanleiding van de aangekondigde total lockdown op donderdag 13 mei er weinig valt te zeggen. We gaan ons aan de regels houden. Ik roep een ieder op om dat te doen. We gaan de besluiten respecteren. Eid al-Fitr blijft Eid al-Fitr. Het vieren mag. We gaan het gezamenlijk in gezinsverband liefdevol vieren en God bedanken. Indien de maan zichtbaar is woensdagavond, dan gaan we Eid al-Fitr vieren op donderdag. Zo niet gaan wij donderdag ook vasten. Iedereen weet dat van ons. Vrijdag blijven wij ook thuis. Dus er valt weinig te zeggen, stelt Souban. Microbioloog Ricky Stuttgart vindt de aankondiging vanuit de overheid dat er geen nationale feestdagen gevierd kunnen worden nog te vroeg. Stuttgart ziet de viering van 1 juli in gevaar komen. Over 52 dagen is het zover. Het is nog te vroeg om te kunnen overzien wat dan de situatie zal zijn. Stuttgart zegt goede ontwikkelingen in Nederland te zien, maar wenst India en Brazilië niet met Suriname te willen vergelijken. De slappe wijken en slechte sanitaire voorzieningen hebben wij in Suriname niet. Hij kijkt niet alleen naar 1 juli, maar ook naar afgelopen kerst, toen er ook strakke maatregelen golden. Stuttgart benadrukt dat 1 juli een extra dimensie heeft, vandaar dat het de enige nationale vrije dag is die, als het op een zondag valt, de maandag vrij is.